Voor Charon Cherry was het duel tegen ADO Den Haag een speciale wedstrijd. Cherry speelde van medio 2011 tot de zomer van dit jaar in Den Haag. In juli maakte hij de overstap naar FC Groningen. Het weerzien met zijn oude ploeg bracht niet waarop hij had gehoopt. Hij verloor met FC Groningen met 2-1. Wat ging er niet goed vandaag? Alles, denk ik. Ik denk ten eerste dat we niet goed als team gespeeld hebben. We hebben niks samen gedaan en dat is wel onze sterke kracht en vandaag niet gedaan. Is het moeilijk om te draaien, dat je dan wel als team gaat voetballen? Nou, we weten ook wel dat we vaak in de wedstrijd doelpunten maken, maar maakten we gelukkig de 1-1 en jammer genoeg kreeg je de 2-1 tegen, dan is het klaar. Cherry kon persoonlijk ook niet terugkijken op een goede wedstrijd. Net als zijn teamgenoten had hij het lastig tegen ADO Den Haag. Vandaag was het niet best, heb ik net al aangegeven, maar kan gebeuren, maar volgende week gaat het weer beter. Hoort dat ook bij voetballen zijn? Ja, niet te druk maken. Ik heb vandaag niet best gespeeld, maar niet groter maken dan het is. Hoe is het dan om dan juist een mindere wedstrijd tegen jouw ploeg te spelen? Ja, dat is zuur, maar wat ik voor de tijd al aangaf, is gewoon alle wedstrijden zijn hetzelfde voor mij. Maar het is jammer dat je niet goed speelt tegen je oude teamgenoten, maar zij zo. Dit moment was misschien wel tekenend voor de wedstrijd. De paas van Letschert op Cherry is net te scherp. Cherry weet dat hij niet bij de bal kan en draait zich weer om. Dit leidt tot woedende reacties uit het publiek. Ja, klopt. Ik had door kunnen redden, maar die bal had ik nooit kunnen halen. Dus dat was de reden voor mij dat ik stopte. Maar dat het publiek gaat fluiten, ja, is jammer. Geen probleem. Maar doet dat wat met je? Nee. Cherry heeft begrip voor de teleurstelling van de FC Groningen supporters. Zoals hij ook begrip heeft voor de beslissingen van zijn trainer die hem in de tweede helft wisselde voor Michael de Leeuw. Al had hij graag nog willen laten zien dat hij wel degelijk van waarde kan zijn voor zijn ploeg. Als je gewisseld wordt is nooit best natuurlijk. Ik heb niet best gespeeld, maar ik had de wissel niet echt aanzien komen, maar is jammer, volgende keer beter. Je hebt nog wat oude ploeggenoten gezien, hoe was dat, weerzien? Ja, wel leuk om die jongens weer terug te zien, maar jammer dat we verloren hebben, maar hun gaan met goed gevoel naar huis. Je gaat nog een keer naar Den Haag, hè? Daarom, dan doen we het andersom. Volgende week Feyenoord, dat is ook een mooie kans op revanche. Ja, precies, vorige keer hadden we tegen Twente ook een pak slaag gekregen, maar toen hebben we die reeks doorgezet, maar nu hebben we wedstrijd verloren, dus moeten we wel omdraaien. Jullie hebben geen pak slaag gehad vanmiddag? Nee, gewoon 2-1, maar was niet best.